Het is vandaag 24 mei. Grote! Je raadt het al. Het is vanavond de finale van Europa League tussen Ajax en Manchester United. Zij zijn in Stockholm, maar wij zijn hier op Museumplein in Amsterdam. De winkels zijn net open, dus de sfeer zit er al goed in. We hebben het biertje geopend en we gaan kijken wat de avond ons nog allemaal gaat brengen. Cheers! Nou, wat gaat worden? 4-0. En wie gaat scoren? Fieke Dolberg, begrijpt het? Fieke Dolberg! Fieke Dolberg! Hey! En wie gaat scoren? Iedereen. Stokje bier, tuurlijk. Hello. Het is echt drukker dan Koninginnedag. Of Koningsdag. Woe! Je hebt je eigen bier opgedronken. Joden! Nee, we gaan zeker winnen. Maar als Sanchez nou in de eerste helft scoort, dat zou wel het allermooiste zijn. Sanchez 1. Ja, klaar voor 2-1. La 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 la. Donny van der Beek, van der Beek, Donny van der Beek. Ja, we gaan gewoon winnen. Met hoeveel? Met 8 man. Wij zijn Ajax, wij zijn de beste. We zijn inmiddels omgedoopt op Super Joden TV. Wat wil jij op Super Joden TV zeggen? Ja, Ajax gaat 2-1 worden. Winnen. 6-1, 5-1, 3-2. Ja, ja, we zijn binnen! Yeah! Tegen onze toppers in Stockholm wil ik gewoon zeggen dat het vanavond fucking 3-1 wordt te houden. De eerste helft zit erop en dat ging niet echt zoals we hadden gehoopt. We waren wel goed, maar we staan wel met 1-0 achter. Even kijken wat iedereen hiervan vond. Ik vind de wedstrijd wel goed, maar het is meer de passing. Dat gaat altijd mis. Ja, een beetje kutwedstrijd, maar het gaat beter komen. We geloven erin. Ja, je hebt nog hoop? Tuurlijk. Was dat een blamage. Iedereen is hier heel erg opgefokt en boos, dus wij gaan weg. En verdrietig, dat ook. Maar ja, ik zou zeggen, every little thing is gonna be alright. En tot de volgende keer. En denk je trouwens dat jij dit beter kan? Ga naar studententv.nl en word lid. En bewijs jezelf. Doei!